In het jaar 2017 hebben 278.000 toeristen Suriname bezocht. Dat is ruim 8% meer dan het jaar daarvoor. Toen kwamen er 256.000. Dat zegt Armand Liaillon, directeur van Stichting Toerisme Suriname, STS. De cijfers zijn volgens hem gepresenteerd door het Border Management Systeem. Een van de positieve voordelen van deze groei is dat de Surinaamse economie meer heeft kunnen verdienen in valuta. Vooral de lokale ondernemers hebben van deze groei kunnen profiteren. Onder andere hebben de verschillende hotels, taxibedrijven, touroperators en de voedingsindustrie goede zaken kunnen doen, zegt Liaillon. Ik denk dat er een toename is in het aantal toeristen. En we zien 278.000 zoveel mensen. Dat betekent meer inkomsten voor de overheid in de vorm van deviezengenerering. Toch? Dat komt om de betalingsbalans. Tickets worden gekocht, dus de luchtvaartmaatschappijen hebben wat verdiend. De transportbedrijven, wegtransport, toch? Verdienen taxis, busmensen. Toch? Maar ook natuurlijk de hotels, de accommodatiesector, waar mensen gaan logeren. En of familie, wat we weten. Ik moet wel even zeggen dat binnen dit aantal van 278.000 niet is inbegrepen de ingezetenen. Dat zijn niet-residerende mensen. Ja? Dus het gaat in de economie. En natuurlijk, als het zo gaat, dan zien we dus ook dat natuurlijk, behalve de accommodatiesector, ook de andere subsectoren, restaurants, ja, eetgelegenheden, wat wij verdienen en souvenirzaken. De meeste toeristen waren afkomstig uit Europa. Nederland levert nog steeds de meeste toeristen af, vertelt Liaillon verder. U leert ons, ja, dat 65% van de mensen uit Europa zijn gekomen. Europa. En als je kijkt voor wat betreft Nederland, Europa als deel van de wereld, maar zeg uit Nederland 60%. Dat betekent dat Nederland voor ons tot nu toe de grootste afzetmarkt is. Ja? En dan zien we verder ook Guyana, buurland Guyana en Frans Guyana, die toch wel belangrijke leveranciers zijn voor wat betreft het aantal toeristen. We merken ook dat het aandeel van de mensen die hier niet komen voor familiebezoek, dat wil zeggen, wat we noemen visiting friends and relatives, dat aandeel aan het toenemen is. De mensen die puur komen vanwege een vakantie. Armand Liaillon, directeur van Stichting Toerisme Suriname, STS, over het aantal toeristen dat Suriname in 2017 heeft bezocht. De komende tijd zal er een beleid worden uitgestippeld om dit aantal te verhogen.